dames en heren, daar ben ik weer met het vinylnieuws van deze week. En het is deze week de week van 8 december 2023. Ik heb weer een mooi stapeltje nieuwe releases voor je. Neem ik zo door. Dit is het ene laatste vinylbulletin van dit jaar. Volgende week ben ik er nog een keer. Maar de weken daarna zijn er gewoon geen vinylreleases. Dus ja, moet je op een andere manier zien te vermaken. Bijvoorbeeld met de Bob & Bas platenkast. Want we hebben eindelijk weer een aflevering opgenomen. En goed nieuws. Komende week nemen we weer een aflevering op. Dus dinsdag komt er weer een aflevering online te staan. Ja, dat belooft wel. Ik moet wel even kijken of het allemaal voor uitzending geschikt is. Dus ik moet nog flink gaan knippen en plakken, denk ik. Het was een lange avond. Ook mooi nieuws heb ik vorige week al vermeld, maar ik vermeld het nog een keer. Volgende week, dus 16 december, hebben we weer eens een in-store in deze winkel. Lokale held Timo van Lierop. Onder andere bekend van de band Moon. Die komt hier zijn nieuwe album presenteren. Zijn solo album is een hele mooie plaat. Hij komt hier akoestisch wel liedjes spelen op 16 december om 4 uur 's middags. Zorg dat je erbij bent. Wordt hartstikke gezellig. We zorgen natuurlijk weer voor een lekker drankje. De nieuwe releases. En de nieuwe releases begin ik met een plaat die ik eigenlijk vorige week al binnen had, maar net te laat om te laten zien. Maar is toch de moeite om even te showen. De nieuwe plaat van Eefje de Visser. Haar album Bitterzoet was een enorm succes en ze heeft Bitterzoet ook helemaal live opgenomen. Dus Bitterzoet live krijg je dan. En daar zit ook een downloadcode bij, of in ieder geval een code waardoor je het concert ook kunt zien op je scherm. Dus dat. Ik heb hem nog in een gekleurde versie. Die is wel bijna op. En dan komt er volgens mij zwart vinyl. Maar dit is dus de limited edition. Eefje de Visser. Dan komen er deze week twee hele mooie verzamelaars uit. Ten eerste het beste uit de top 2000. De afgelopen 25 jaar. Een hele mooie verzamelaar. Is een driedubbel LP als ik me niet vergis. Ik ga even voor de zekerheid spieken. Want zo ben ik. Want ik wil wel correcte informatie geven. Het is een 3LP inderdaad. Die komt vandaag nog binnen. Hele mooie verzamelaar. 3LP, het beste van top 2000. En dan is er nog een mooie verzamelaar van een andere lijst. Een alternatievere lijst. Dit is een dubbel verzamelaar. Het beste uit de Kink 1500. Met wat alternatievere namen. Zoals Manic Street Preachers, Urban Dance Squad, Nothing But Thieves, Imagine Dragons, Kasabian, Living Color. Mooie verzamelaar van het radiostation Kink. Dan weer een mooie Franse plaat. Vorige week had ik ook alleen en deze is nog mooier. Namelijk de nieuwe plaat van Pom, als in appel, Pom. En zij heeft een hele mooie plaat gemaakt genaamd Saisons, dus seizoenen. En dit is deel 1. Dit zijn de herfst en de winter. Ze heeft bloedmooie liedjes gemaakt. Een beetje crossover tussen pop en klassiek. Er staan ook een paar instrumentale stukken op. Heel erg mooi. Luister vooral eens de maanden februari en december. Vond ik de hoogtepunten. Heel erg mooi. Pom Saisons. Aanrader. Nieuwe plaat van Michael Franti en Spearhead. Big Big Love. Lekkere hip-hop rock. Lekker funky. Een paar keer live gezien, ontzettend goed. Ik ben benieuwd naar zijn nieuwe plaat. Michael Franti en Spearhead. Hang Youth, dat is Nederlands punk. Hartstikke punk. Ook als je deze plaat de achterkant ziet. Het is namelijk een enkel LP. Maar er staan 60 nummers op. Nou, dan weet je dat punk is. Nummers van 11 seconden, maar ook van 2 minuut 5 zie ik. Dus van alles. Dit zijn alle EP's die Hang Youth tot nu toe gemaakt heeft. Verzameld op 1 LP. Dus 4 EP's verzameld op 1 LP. Hang Youth. Grootste hits. Ik heb hier een nogal lijvig werk van Warren Haynes. Bekend van onder andere Governor Mule. Geweldige gitarist. Warren Haynes presents The Benefit Concert volume 20. Hij doet elk jaar een benefietconcert en daar komen allemaal speciale gasten langs. En dit is verzameld in 4 dubbel LP's, dus 8 LP's in totaal. En er staan samenwerkingen op met onder andere Joe Bonamassa. Ik zie hier Jim James. Op dit deel staat Dave Grohl. Governor Mule doet ook mee, de band. Op dit deel, ik ben benieuwd, weer Jim James.
Jamie Johnson, Eric Church, Mike Gordon. En op deel 4 doen onder andere mee Tyler Ramsey, Dave Grohl weer en Governor Mule weer. 4 mooie dubbelaars van Warren Haynes live. Dan nog een live plaat. Levitation Sessions van Goat. Goat. Lekker psychedelic band eigenlijk. Cool. Ik heb een singeltje. Kerstvlokjes. Daar zijn ze. The Wolf en The Dawn Brothers. Die heten samen Double Cream. En die hebben een nieuw kerstsingeltje uitgebracht. 2 kerstliedjes. Christmas on the Moon. En op de B-kant Steal Away on Christmas Day. Dus The Wolf. Ontzettend populaire band op vinyl. Dus echt altijd een van de best verkochte bands hier op vinyl. Altijd als die iets uitbrengen, dan vliegt dat eruit. Dus nou, kerstsingeltje. Dan heb ik nog iets lives. En dat is ook geweldig. Brian Adams. Dus Brian met een B. Die heeft opgetreden in de Royal Albert Hall. En dat is verzameld op 4 LP's in een mooie box. Hij heeft zijn meest succesvolle albums. Tenminste, 3 van zijn meest succesvolle albums. Live opgenomen, integraal. En dan hebben we het over Into the Fire, Cuts Like a Knife en Waking Up the Neighbors. Allemaal hartstikke live at the Royal Albert Hall. En dat is mega goed. Kijk maar eens clipjes op YouTube. Het is echt heel erg goed. Hele goede band heeft hij. Dus een mooie box. Fotoboek zit erbij. En een Blu-ray met alle optredens ook op beeld. En heb ik nog wel heruitgaves. Die heruitgaves begin ik met 2 verzamelingen van EP's van Biffy Clyro. Dit zijn EP's van een jaar of 10 geleden. En dan hebben we het over Black Chandelier en Biblical. En het andere deel is Opposite en Victory Over the Sun. Het zijn eigenlijk gewoon volwaardige albums. Op elke kant staat een nummer of 5, 6. Dus eigenlijk 2 platen van Biffy Clyro verzamelde EP's. Ik heb binnen een 50th Anniversary Edition van Blue Oyster Cult live in New York City. Dat is een 3-dubbelaar. En daar staat ongetwijfeld een grote hit op, Don't Fear the Reaper. Zeker, kantje E. En andere geweldige nummers van die geweldige band. Big Thief, Masterpiece. Dat is een heruitgave van hun doorbraakalbum Masterpiece. Met onder andere het nummer Paul erop. Een fan favorite. Mooie plaat van Big Thief. Nog een verzameld werk van Stevie Ray Vaughan and Friends. Want er doen ook vrienden mee. Ik noem een Albert Collins, broertje Jimmy Vaughan. Bonnie Ray doet mee. Jeff Beck doet mee. B.B. King, Albert King, Paul Butterfield. Alle grote bluesnamen. Dit is een dubbelaar voor het eerst op vinyl. En hij heet Solos, Sessions en Encores. Mooi, Stevie Ray Vaughan. Nog meer bluesrock. 3 titels van Joe Bonamassa. Die man brengt ongelooflijk veel uit. Maar dit zijn allemaal heruitgaven. Dus heb je zijn werk compleet, hoef je je nou geen zorgen te maken. Black Rock. Opnieuw, dat is een dubbelaar op goud vinyl. Dan hebben we hier So It's Like That op rood vinyl, ook een dubbelaar. En de enkelaar Slow Gin, mijn favoriete Bonamassa album. Hele goede plaat. Ter afsluiting heb ik nog een hele mooie bluegrass plaat. Een van de allermooiste bluegrass platen. Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. Hele mooie heruitgave van die Bluegrass Classic. Heb je dan geen jazz binnengekregen, hoor ik jullie vragen? Nee, deze week niet. Volgende week wel. Er komen er weer flink wat mooie jazz titels aan. Wat Blue Note heruitgaven, et cetera. Maar deze week niet. Het was niet heel veel deze week, maar wel hele mooie titels. We lopen richting het einde van het jaar. Volgende week zal het ook niet heel veel zijn, maar er komen er ook nog een paar mooie aanraders binnen. Kan ik alvast beloven. Zie ik jullie graag dan op dit medium. Of eerder op bobsvinyl.nl bijvoorbeeld. Lekker shoppen. Er staan ook heel veel aanbiedingen op. Kopje, sale. Struin er eens doorheen. Of kom naar de winkel. Dat is nog veel leuker. Dan kan je lekker door die bakken gaan. Nieuwe tweedehands titels staan er weer. En ook die aanbiedingen. Dus kom vooral gezellig langs in dit in kerstsferen gehulde Alerikstel. Mensen,
tot volgende week. Dag.